De is welkom erbij. MoDIS heeft de kredietrating van Suriname met twee stappen verhoogd naar CAA1 met een positief vooruitzicht. Dit weerspiegelt de vooruitgang die het land heeft geboekt op het gebied van financiële discipline en economische hervormingen. En we zullen hierover praten met minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning. Minister, welkom in het programma. Dankjewel. Wat betekent deze rating voor Suriname, voor onze economie? Ja, het is een vooruitgang. Uh... Uh, het is positief. Ratings zijn uh, er zijn verschillende ratings in de wereld. En dat zijn bureaus die uh, een, een oordeel geven, een onafhankelijk oordeel. En ze kunnen landen beoordelen en ze kunnen ook bedrijven beoordelen. En in dit geval is Suriname beoordeeld. Die ratingbureaus doen dat regelmatig. En je hebt uh, drie hele bekende, Standard Poor's, Moody's en Fitch. Maar er zijn meer. Uh, en wij hebben bij uh, met Standard Poors en met uh, uh, Moody's wij uh, uh, de goede samenwerking. En Standard Poors heeft ons vorig jaar al um, uh, een verbeterde rating gegeven. En Moody's is dit jaar uitgekomen en heeft inderdaad, zoals uh, zoals je zegt, uh, de rating voor Suriname verbeterd um, uh, met twee punten. Dat gebeurt niet vaak. Uh, met twee schakels. Meestal is het één schakel en wat hier ook was, het is, het zijn, we zaten op CAA3, we zijn op CAA2 en CAA1, zijn we, dus twee, twee, punten, uh, twee schakels vooruit. Dat gebeurt niet vaak en bovendien was onze, onze outlook, ons vooruitzicht, hoe gaat de toekomst eruit zien, was stabiel, is nu naar positief. Uh, wat betekent die rating? Die rating betekent dat ons land beoordeeld wordt en waarop wordt het beoordeeld. Uh, wat is de economie? Gaat het groeien? Gaat het goed? Wat is de kracht van de instituties? Wordt daaraan gewerkt? Uh, komt het land zijn afspraken na en vooral ook, komt het land zijn schuldverplichtingen na? En wij scoren op al die punten beter, en, uh, maar er is, er is op sommige punten. Mag daar wat meer vooruitgang geboekt worden? Uh, wij, zijn, uh, wij zijn blij met deze credit rating. Waarom? Omdat het buitenland kan natuurlijk nieuws volgen van Suriname, maar dat moet je elke dag volgen. Het buitenland kan naar politici luisteren, maar een dergelijk ratingbureau... dat heel zuiver en nauwkeurig kijkt naar economische zaken uh, zit het goed met het beleid? Zit het goed met de financiering? Uh, worden de regels nageleefd? Worden de instituties uh, versterkt? Zo'n centrale bank, zo'n ministerie van Financiën, de begroting. Worden de schulden op tijd betaald? Uh, 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 wat is, de, de kracht van de democratie is niet per se in beeld, maar de kracht van de economie vooral. En met dat oordeel kunnen buitenlandse investeerders kunnen een beslissing nemen. En dat doen ze dus ook. Met name dus voor het buitenland, om een snel oordeel te krijgen over een land, uh, kijken ze naar de credit rating en ook naar de groei van de credit rating. Waar we zaten, CAA3, dat was bijna onderin. We zaten heel slecht. We zijn dus behoorlijk geklommen, maar we zitten nog steeds aan de onderzijde van de ladder. Want na die, dubbel, die, die CAA3 heb je nog B, 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 B en A. A Double E, triple E. Dus je hebt nogal wat schakels waar we omhoog kunnen. En in feite beginnen de goede ratings bij B. Dus we zijn vooruit gegaan, we zijn goed vooruit gegaan, we zijn er nog niet. Uh, die ratings zijn belangrijk omdat uh, uh, mensen die naar Suriname komen investeren, willen investeren en dat gaat gebeuren. Total Energies gaat dat doen, Apache gaat dat doen, anderen gaan komen. Die zullen zien dat die trend omhoog is. Uh, en die trend is omhoog niet omdat we olie gevonden hebben. Die trend is omhoog omdat wij in staat zijn geweest om ons land op orde te stellen. Om het weer goed te krijgen. Om uh, de zaak stabiel en voorspelbaar te maken. Waar wet en recht geldt. Uh, bij alle verbeteringen die gegaan zijn, is veel gekeken naar financiën en planning. ...en naar uh, de centrale bank en naar de regering. Maar we moeten daarbij melden, wat ik vaker ook zeg... ...de hele gemeenschap heeft meegewerkt dat wij dit resultaat bereikt hebben. En een belangrijke die we wel eens over het hoofd zien is de Assemblée. De Nationale Assemblée, de Nationale assemblée heeft geweldig werk verricht... ...door uh, heel veel wetgeving uh, te moderniseren, in deze tijd te plaatsen... Uh, ervoor te zorgen dat corruptie minder mogelijk wordt, dat de transparantie beter wordt, dat de centrale bank onafhankelijker kan functioneren. Uh, ik denk dat bij, bij alle goede werk wat gedaan is, bij alle offers die we gebracht hebben, dat zeker genoemd moet worden de rol die de Assemblee vervuld heeft in uh, het, her, het helpen om in juridisch opzicht dit land te moderniseren. Even terug naar de ratings, dus. De uh, ratings zijn dus belangrijk voor buitenlanders om Suriname te beoordelen van hoe gaat het in dat land. En de, het oordeel, dat is wat wij in Washington de afgelopen week ook hebben ge gemerkt, de verbetering in het oordeel over Suriname is, uh, is, is heel erg groot. Waar vroeger mensen twijfelden van gaat het lukken met Suriname, gaat het lukken, uh, is het nu. Uh, nou, we, we zijn trots op jullie. We zijn... Uh, wij vinden dat jullie toch echt het voorbeeld zijn uh, voor andere landen. Dus zo zou je het moeten doen, met communicatie met elkaar, met, met een volk dat, uh, dat zich sterk maakt. Dat ook bereid is om moeilijke tijden te incasseren om het beter te hebben. En dus heel veel complimenten naar de Surinaamse gemeenschap toe. De credit rating die beter is, die is ook beter voor staatsolie. Als ons staatsoliebedrijf nu leningen moet nemen, bij een betere credit rating, een die omhoog aan het gaan is, die waarschijnlijk ook beter gaat worden, uh, betekende dat Staatsolie, als ze geld moet lenen, dat ze tegen makkelijker, goedkopere voorwaarden leningen kan krijgen en dat dus de internationale gemeenschap die leningen verstrekt, als Surinaamse bedrijf zegt. Nou, wij zien dat dat daar de goede kant op gaat. Uh, we zijn er nog niet helemaal, maar we zien dat daar vooruitgang in zit. De outlook is ook van stabiel naar positief gegaan. Uh, ...we zien ook andere investeerders vertrouwen erin hebben en daar naartoe gaan. En dus dat maakt het voor Surinaamse bedrijven... ...om zaken te doen met de internationale gemeenschap ook makkelijk. Dat is het grote belang van de ratings. Uh, de ratings geven kort gezegd met één cijfertje, met één kenmerk... geeft ze aan de wereldgemeenschap aan. Zo we denken we over Suriname. Achter dat cijfertje, CAA3... Uh, sorry, cwa 1 met een positief outlook. Daarachter zit een heel groot document met gedetailleerd alle informatie. Hoe zijn we tot die credit gekomen? Al de punten die ik noemde. De kracht van de instituties, terugbetalen van schulden. Uh, de kracht van de economie, de evenwicht, evenwichtigheid, de groei van de economie. Al die zaken zijn allemaal uitgelegd daarin. En uh, uh, aan de ene kant dus een goed cijfer naar de wereldgemeenschap, maar de, tegelijkertijd, dat cijfer helpt ons ook. Als wij een goed cijfer krijgen, helpt dat ons in de wereldgemeenschap onze positie te verbeteren. En dat geeft ook erkenning aan alle, alle werken en offers die wij gebracht hebben. Wij hebben in Washington de afgelopen week, hebben we ook met Maurice gepraat. Die credit rating was toen al uit. Uh, ze zijn hier een paar weken geleden geweest en hebben dus een review gedaan. We praten iedere keer als we in Washington zijn, praten we met ze. Uh, en we hebben ook met Standard Poor's gepraat. En de, de verwachting is, uh, nou niet de verwachting, Standard Poor's plant een bezoek in uh, november. Waardoor we voor eind van het jaar de volgende uh, beoordeling van Standard Poor's verwachten, dit jaar nog. En de, ik denk dat, uh, dat ook als je kijkt van hoe is het gegaan tussen toen Standard Poor's vorig jaar de credit rating deed en dit jaar dat uh, de kracht van de economie daadwerkelijk verder vooruit gegaan is, uh, dat oplossingen veel beter zijn, dat het vooruitzicht van Oil en er is en dat wij dus ook mogen verwachten dat bij Standard Poor's, we gaan dus daarvoor ook inzetten, ze alle mogelijke informatie geven, dat wij, uh, dat wij ook met Standard Poor's een betere rating uh, tegemoet mogen zien zien. Waar die credit rating ook heel erg in geïnteresseerd zijn, is hoe zul je omgaan met de inkomsten uit online gas? Ga je het bossen? Of ga je er verstandig mee omgaan? Uh, als, je laat, uh, als je laat merken dat je dus uh, op, uh, dat, je, dat je dat gaat bossen en je weet bij voorbaat dat dat uh, een slechte rating gaat geven. En zij doen dat niet om uh, de strenge, het strenge bureau te zijn. Ze doen het omdat ze oprecht willen dat het goed gaat met de economie. Omdat ook als we veel geld zouden verdienen met oil en gas, moeten we er verstandig mee omgaan. En het is ook goed om het te zeggen vooraf: wij willen verstandig omgaan met het geld van oil en gas. Er zijn te veel landen in de wereld die oil en gas hebben, en goud en diamant, en arm zijn gebleven. En dat, dat geld is er, maar het werkt niet voor de bevolking. En wij willen dat het geld dat we gaan verdienen met Oil and Gas, eigenlijk hoeven we niet te wachten met op Oil and Gas. We kunnen beter, ook betere inkomsten uit onze goudsector halen nu, om meer dingen te doen voor ons volk. Maar ook als we dus straks geld halen uit Oil and Gas, dat we ervoor zorgen dat dat voor alle mensen uh, een betere toekomst geeft. En niet alleen voor een kleine groep rijke mensen. En dus die dit soort bureaus beoordelen dat ook gaat... Wat zeggen de leiders van dat land? Gaan ze goed omgaan met dat geld? Gaan ze het, uh, uh, en dat wordt ook mee, echt meegenomen in de beoordeling. Uh, dus ja, het is heel belangrijk dat die, die ratings er komen, uh, niet alleen voor economen. Het, uh, een goede rating maakt het leven voor iedereen in het land, maakt het beter. En het is reden voor iedereen in het land om te zeggen: van... Hé, onze rating wordt beter. We zijn nog niet waar we willen zijn. Maar we mogen trots erop zijn dat we vooruitgang boeken. En het vooruitzicht o is ook dat we verder vooruit zullen gaan. En dat is, dat is goed nieuws. Ja, en Suriname biedt, uh, boekt vooruitgang, zoals u het aangeeft, op economisch gebied. Um, in hoeverre zal deze vooruitgang ook voelbaar zijn uh, voor de samenleving, uh, de kleine man binnen de samenleving? Uh, als het goed is, moeten mensen het nu merken. Uh, al een tijdje geleden dat de prijzen van basisgoederen omlaag zijn gegaan. Als het goed is, moeten mensen nu merken dat het ministerie van Economische Zaken strak de regels aan het aantrekken is en zegt: wij willen niet dat, uh, dat er prijsopdrijving plaatsvindt, zeker niet van basisgoederen. Uh, we hebben gezien dat de inflatie in de maand september, terwijl de koers aan het stijgen was, en je zou denken van ja. Ontstaat er geen paniek in Suriname? Er ontstaat gelukkig geen paniek in Suriname. Mensen hebben vertrouwen erin dat we het met z'n allen goed gedaan hebben en dat die stijging van de koers weer omlaag komt. Dat is erg goed van onze bevolking. Ik, ik denk dat wij, wij, als er complimenten gemaakt moeten worden aan onze bevolking, dat we dat ook echt moeten doen. En dit is een reden om complimenten te maken. Mensen laten zich niet gek maken, laten zich niet opjutten door die koers die wat omhoog gaat. We gaan hem weer terughalen. Uh, maar je ziet dus het werk van minister EZ, waardoor mensen, kunnen, kunnen, uh, uh, waardoor mensen erop kunnen rekenen dat de overheid gaat garanderen dat die basisvoed, voed, dat basisgoederen er zijn en dat ze tegen de goede prijs er zijn. Uh, we hebben gezien dat uh, in uh, deze maand de salarissen met 15% omhoog zijn gegaan, die zijn uitgekeerd aan mensen. Dat. Uh, je hoort te weinig mensen daarom, maar dat mag best gezegd worden de, bij de overheid en de salarissen. We hebben een flinke stap omhoog uh, gemaakt en dat is goed. Uh, we zien dat, uh, ik, ik noemde de koers, maar je ziet dat die koerstijging geen effect heeft gehad op de inflatie in september. Uh, en dat betekent ook dat die hele samenleving met die koerstijging in rust is gebleven. Meestal verwachten we dat bij koerstijgingen de prijzen stijgen. Daarom ook dat het belangrijk is dat de minister economische zaken die maatregelen treft. Dus uh, uh, in die stappen merk je, je merkt dat mensen weer willen bouwen. Dat, uh, als je rondrijdt door het zie je dat mensen bouwen. Je ziet dat uh, als je de EBS vraagt, is er minder gebruik van elektriciteit? Nee. Er is zelfs meer gebruik van elektriciteit. En het meeste van meer gebruik zijn bij de... Lagere inkomensgroepen. En als je dat vrij wil vertalen, kun je zeggen van waarschijnlijk is daar meer ruimte om dat te kunnen betalen. Uh, uh, dat is een goed signaal. Uh, je ziet niet dat de, het gebruik van brandstof ook voor consumptie gebruikt, dus niet, niet voor de industrie, niet voor vrachtwagens en dergelijke, en voor de industrie, maar ook voor huishoudelijk gebruik, het gebruik aan brandstof hetzelfde blijft, zelfs een beetje stijgt En dus. In dat soort indicaties kun je zien uh, dat, uh, dat die, die vooruitgang er echt zit aan te komen. Klagen we over prijzen? Ja, we klagen over prijzen. In Amerika klagen mensen ook over prijzen. In Europa klagen ze ook over prijzen. En soms gaan prijzen in de hele wereld omhoog. Uh, door die oorlogssituatie worden prijzen van bijvoorbeeld brandstoffen worden instabiel. Wij zijn in staat om het stabiel en rustig te houden. Uh, door die oorlog worden transportkosten overal in de wereld worden hoger. En uh, toch blijft de inflatie in ons land rustig. De inschatting van het IMF was dat ons, onze inflatie dit jaar tussen de 17 en de 21 procent zou uitkomen. Inflatie zijn prijsstijgingen. Wij zitten nu op 10,5 procent. En ik hoop dat we eind van dit jaar onder de 10 procent zijn gekomen. Single digit, hoe noemen we dat? Single digit inflatie. Enkelvoudig cijfer. Uh, dus onder de 10, 9. Uh, als we dat kunnen realiseren, en het is binnen handbereik, zou dat een geweldig cadeau zijn dat we onszelf kunnen geven. Want hoe lager de inflatie, hoe stabieler de prijzen. En lage inflatie is het beste wat je kan geven aan je bevolking en vooral aan arme mensen. Omdat als je de prijzen stabiel houdt en zorgt dat mensen aan die goederen kunnen komen, met name. Heb ik in, het, uh, in deze uitzending vaker verteld? De rol van de president en ook van de vicepresident om ervoor te zorgen dat basisgoederen er zijn, dat ze komen, dat ze goedkoper worden. Dat, dat daar, dat je, en met lage inflatie, dat je daarmee het beste kan doen voor arme mensen. Zorgen dat ze inkomens kunnen hebben. En met oil en gas gaan alle mensen, vooral de arme mensen, gaan, kansen krijgen. En die moeten we benutten. Uh, als oil en gas. Er komt gaan taxichauffeurs, gaan, gaan roti shops, uh, uh, onze uh, eethuisjes, uh, vooral met Rananyang, uh, uh, alle jongeren die in ICT zitten, uh, de mensen die huizen verhuren, de hotels, iedereen gaat een stukje extra kunnen verdienen. We moeten dat goed benutten. Ailandgas gaat ons niet automatisch rijk maken. Maar het gaat ons kansen geven. We moeten die kansen pakken. Ik weet niet of ik in de vorige uitzending verteld heb. Toen ik klein was, werd de Afobakadam gebouwd. Ik was 7, 8 jaar. Die Afobakadam werd gebouwd. Dat was een grote investering in die tijd. Het was 150 miljoen Amerikaanse dollars. Deze, deze van Total Energy is 10,5 miljard. Is, uh, is minimaal 7 keer zo groot. als uh, die, die investering in de Afobakadam. Maar toen die dam gebouwd werd. Mijn vader was kleermaker. Ik zag bij ons thuis dat de bouw van de dam en alles wat er omheen gebeurde, economische activiteit, dat, uh, dat er welvaart ontstond. Dat mijn ouders hun eerste auto konden kopen. Dat, uh, dat we meer, ons meer konden permitteren, dat we ons meer konden veroorloven. Die situatie gaat hier ook ontstaan. Het gaat niet vanzelf ontstaan. Als je je inzet, jongeren komen niet. Tikka kans. Heeft u tot slot nog een boodschap voor de Surinaamse samenleving met betrekking tot uh, deze ratings? Uh, wij hebben allemaal een rol om ons land goed uit te dragen. Het is prettig om te horen als je in het buitenland bent dat wij door de top van het IMF uh, uh, goede dingen horen. Suriname, dat het IMF zegt aan land, andere landen: Je wil je land op orde stellen, kijk naar Suriname, kijk naar de Surinamers. Dat zijn mensen die het goed doen onder moeilijke omstandigheden. Niet door die oil en gas. Ze hebben hun land in orde gemaakt. Uh, en wij moeten houden van ons land betekent ook dat je niet allerlei nonsens over je land op social media plaatst. Dat je de goede dingen plaatst. Wij zijn goede mensen. Er zijn goede mensen in dit land. Er zijn goede, er is een nieuwe generatie van jonge mensen, goede, opkomende mensen met veel kennis die. Geïnvesteerd hebben. Er zijn goede mensen die hun handen uit de mouwen steken, willen werken. Uh, en dus al die berichten in het nieuws, die ratingbureaus volgen dat ook, het buitenland volgen dat ook. Zorg dat wij in het nieuws en in wat wij doen op social media, dat we ons land positief uitdragen. En het is niet om mooi, mooi, het is omdat het echt zo is. Wij denken dat Oké, we zitten aan dat we Oké, zijn aan het moeilijken. Nee, we hebben geweldig werk gedaan. Ons volk heeft zich geweldig ingezet. Ons volk heeft zich fantastisch gedragen. In andere landen, waar er grote problemen ontstaan, is dat niet gebeurd in ons land. Uh, we zijn met elkaar blijven praten. Met de bonden, met bedrijven, met DNA, met de media. We hebben reden om trots te zijn op wat wij in drie jaren hersteld hebben schade aan ons land wat was aangericht en uh, wij mogen vertrouwen hebben in ons land laten we dat vertrouwen ook uitdragen laten we elkaar helpen om ervoor te zorgen dat we dit pad van goed besturen niet verlaten uh, en ik denk dat uh, dat ik uh, wil afsluiten met mijn grote waardering en respect uit te spreken voor het volk van Suriname en dat ik uh, ik trots ben om Surinamer te zijn, om uit deze Surinaamse grond geboren te zijn, uit Surinaamse ouders, uit voorouders en ouders, wij allemaal, voorouders en ouders die onder moeilijke omstandigheden hebben opgebouwd. En dat wij die spirit en die kracht meenemen en dit land opbouwen en het maken tot het mooiste land. In de wereld voor de generatie die na ons gaat komen en ook voor onszelf. Zo heeft u het gehoord van minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sranatori, snel, scherp, altijd bij de date.